Vrije tijd. We genieten er allemaal van. Naar een attractiepark met het hele gezin of een lekker biertje op een terrasje. Maar ja, vrije tijd is ook keiharde business. Hoe langer we erop uitgaan, hoe meer geld het oplevert. En nu worden vrije tijdsondernemers gestimuleerd om met een goed plan aan te kloppen bij het nieuwe Leisure Ontwikkelfonds. Ja, Joost Melis, jij bent directeur van het House of Leisure. Jij zorgt er eigenlijk voor dat de pareltjes die binnenkomen eruit gepikt worden en ervoor zorgen dat Brabant nog leuker wordt. Dat klopt. Ja. Een mooie uitdaging. Dit zijn de ambities. We hebben er even een overzichtje van gemaakt. Er moeten meer banen, meer bestedingen en meer bezoekers komen in Brabant. Nou, het bovenste zijn de bezoekers. Als je dit ziet, hè, 10 miljoen meer bezoekers, 0,7 miljard erbij aan bestedingen en 30.000 banen. Word je er blij van? Dat zijn mooie ambities. Zijn ze waar te maken? Daar gaan we zeker van uit. Nee, wat ik zie in die getallen, dat je nu al ziet dat... Nou, de huidige omzet dat de leisure-industrie een substantiële bijdrage levert aan Brabant en de Brabantse economie. We kunnen er niet omheen. Nee, en ik denk dat die groeicijfers, uiteindelijk zie je steeds meer dat de pareltjes die we in Brabant al hebben, die moeten we zien uit te breiden. We hebben er een aantal mooie om een brugje te maken naar Piet Hein. Mm-hmm. Ook zijn hotel, ook weer een pareltje. Ja. Uiteindelijk zie je veel mensen met hele mooie ideeën. En aan ons de uitdaging om uiteindelijk die ideeën... Ja, tot werkelijkheid te laten komen. Ja, want hoe werkt dat dan? Er zit iemand thuis op de bank, die zit in die industrie, die denkt, nou, ik heb best wel een idee om meer bezoekers hier te krijgen. We hebben er hier iemand zitten, hij wil een hotel openen en hij komt bij jou. Wat dan? Dan nodig ik hem van harte uit. Ik denk dat ik als eerste naar de ondernemer zelf zou gaan en de locatie bezoeken uiteindelijk draait daar wel. Dat vind ik een hele belangrijke, dat je uiteindelijk weet waar het plan ontstaan is en in welke geest het ontwikkeld is. Dan gaan we het gesprek met hem aan en dan gaan we kijken in hoeverre de plannen aansluiting vinden op de iconen die wij in Brabant hebben. Dat is wel de kerntaken. Maar hij kan ook gewoon naar een bank. Waarom moet hij naar jullie? Omdat je vaak in de leisure-industrie zijn de risico's redelijk groot en bij banken doen het niet altijd. Of het zal wij noemen dat zo mooi een stapelfinanciering zijn. Deel bank. Deel met eigen geld en wellicht een deel vanuit het Leisure Ontwikkelfonds. Maar het is niet alleen, het gaat niet alleen om het geld wat bij jullie te lenen is, want het is geen gift, hè? Het is geen subsidie. Maar het gaat ook om kennis die jullie willen gaan delen. Dus stel nou dat hij met zijn plan komt, nou heb jij een groot team achter je staan, maar mensen die dat wat ingewikkelder vinden om dat uit te werken, daar ga je mee aan de slag. Ja. In eerste instantie pakken we natuurlijk het plan op. Gaan we kijken hoe het onderbouwd is qua business case, maar ook of de markt er behoefte aan heeft. Dus we gaan echt de ondernemer mee aan de hand helpen. Ook met experts uit de markt zitten we aan tafel om te gaan kijken of de plannen die willen we gaan opwerken tot echt een plan wat uiteindelijk ook te financieren is. Mm-hmm. En nogmaals, dat doen we met een team van specialisten. Dus vanuit House of Leisure zitten die specialisten. En op die manier werken we de plannen op tot uiteindelijk echt een aanvraag. En die aanvraag doen we samen vanuit het fondsmanager, gaan we die bankair beoordelen. Want uiteindelijk, het gaat natuurlijk wel om lening, dus uiteindelijk moet het geld ook weer terugkomen. Zeker. Maar als je dan kijkt naar Brabant, hè, wat zou jij nou heel graag zien? Als er nou iemand dus thuis op de bank zit van, nou, daar ga ik een idee bedenken of daar ga ik iets mee doen. Wat heeft Brabant nog nodig? Nou, als je aan leisure denkt, dan hebben we het heel snel over toeristische attracties. En ik denk met name op landschapontwikkelings, de erfgoedlocaties die we hebben. Ideeën die uiteindelijk... met een idee die de exploitatie van dat soort gebouwen... of binnenstedelijke gebieden attractiever maakt. Heb je nu iets in je hoofd? Een bepaald gebied of een gebouw? Alleen is het niet echt een onderneming. Maar ik vind echt dat we een nationaal museum zouden moeten hebben. In Eindhoven of eromheen. En dan een designmuseum. Dat is zo logisch, want er zijn geen nationale musea boven of onder de rivieren, vergeet ik altijd. Die zitten allemaal in Amsterdam, zullen we zeggen. Heb je al een leuke locatie in jou? En waarom niet in Eindhoven een designmuseum? Ja, dat is dan een lening, maar dat moet eigenlijk gewoon gesubsidieerd. Maar daar komen echt mensen op af. Nou, dus jullie babbelen na de uitzending nog even lekker door.